even hebben over het weekbudgetten. Wat is het standpunt van de weekplatform? Nou, wij hebben inmiddels een brief geschreven aan burgemeester, niet wethouders en de raadsleden. In verband met de bezuiniging natuurlijk, want 23% is wel erg veel. Maar ja, op dit moment moeten we daar ook op afwachten hoe dat gaat gebeuren. We hebben dat natuurlijk pas sinds kort gehoord, nog niet zo heel lang geleden. Dus ja, dus even afwachten. Ja, dit protest is eigenlijk wel via brieven naar wijkraadsleden die zich daarmee bezighouden, is wel gegeven, zeg maar. Ja dat is begin deze week de deur uitgegaan. Ja. Hoe zit het met de activiteiten van dit jaar? Maken onze bewoners van de Helmhoek gebruik van het wijkbudget? Ja, er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. En ik heb van Gerard gehoord, kerkjongen die dat in de wijkbudgetcommissie zit, dat het redelijk opschiet dit jaar. Dus wat dat betreft wordt er wel veel meer gebruik van gemaakt, volgens mij, dacht ik, dan vorig jaar. Maar het wordt wel gebruikt. Wil je geven of een aantal voorbeelden geven van activiteiten waarvoor de gelden gebruikt worden? Ja, dat is bijvoorbeeld voor de kaartclub krijgt subsidie van ons, voor de huur van het wijkcentrum. De kinderspeeldag die afgelopen 14 juni is gehouden, is ook uit het wijkbudget betaald voor een groot gedeelte. Eigenlijk de activiteitencommissie, die is hier ook nog aardig druk in de gang. Ja, dat klopt. Die zijn allerlei dingen aan het opstarten, dat kost natuurlijk ook tijd. En er komt dan waarschijnlijk ook wel wat uit het wijkbudget. Maar er zijn bijvoorbeeld ook speeltuintjes waar bewoners wat mee willen, die niet veilig meer zijn voor kinderen. En dat wordt er ook van gedaan. Een schort voor de boeg, zouden we ook weer van dat geld Sinterklaas in de week krijgen? Misschien wel, er is wel vraag naar. Dus wat dat betreft moeten we dat nog even afwachten. Maar ik heb er wel wat over gehoord, ja. Leuk, dankjewel.